Omdat ik van overtuigd ben dat een Thierry in de jaren des onderscheids is. Hij heeft een bepaalde leeftijd. Dus zelfs nu alle oordeel kan vellen over hoe of wat. En ik wil bepaalde zaken ook weten, snap je, als moeder. Mooi. Goeiedag, ik ben Thierry. En ik ben 15 jaar. En ik ben in het programma met mijn mama, Phyllis. En ik heb een broertje van 11 jaar, genaamd Tyson. Zakelijke dingen en hoe je het liever moet omgaan met mensen. Zoals geld tellen en administratie houden in de bedrijf. Boy. Sifi uitspraak, maar ze maakt meestal echt veel churis achter elkaar. Mag ik zeggen? Ja, ja. Denk ik. Ben niet zeker. Wat het mijn moeder is en ik ben heel dankbaar voor mijn moeder. En ze is gewoon hoe ze is. Daarom ook van mijn moeder. Ik ben Phyllis, moeder van Thierry en Tyson Sebeda. Ik ben 40 jaar en ik ben vandaag in het programma met mijn mama. Met Thierry, mijn oudste zoon van 15 jaar. In verband met Moederdag. Als ik eerlijk moet zijn, weet je wanneer je jong bent, weet je eigenlijk vooraf wat je wilt. En ik wilde nooit kinderen. Dat zei ik altijd omdat ik milieus en ik dacht aan reizen en carrière maken. Dus ik dacht, ik wil nooit kinderen. Maar toen ik een bepaalde leeftijd had en man toen zei van, ik wil nu wel een kind. Dat ik zoiets van, oké, misschien één. En ja, dus toen was dat een bewuste keuze op dat moment. Ik was 25 toen ik ervoor koos om te proberen om in de verwachting te raken. En ik heb er echt geen spijt van, want ik heb 2 geweldige zonen. Ik beleef elke dag leuke ervaringen of ik maak leuke dingen mee. Om te praten over Thierry bijvoorbeeld. Met hem ben ik hier dus ook gaan over hem praten. Hij was zo'n lief kind, een lieve baby. Waarbij ik dacht, of me kan misteken om te denken van oké, dus dan kan ik voor een tweede gaan. Want het zal wel ook zo makkelijk gaan, want hij was een lieve baby. Hij werd nooit ziek. Je weet toch, dat soort dingetjes. Dat zijn natuurlijk altijd dingen waarover wij als ouders altijd, waarvoor we altijd bang zijn. En dus hij heeft me sowieso het is eigenlijk zijn schuld dat ik een tweede kind heb gehad, hoor. Want ik dacht van, oké, zo makkelijk gaat dat. Je toch, lieve baby, hij huilt zelden of nooit. Maar die tweede was niet als die eerste, hoor. Maar goed, hij moet er ook zijn. Ik dacht dat ik je lieve moeder zou kunnen zijn. Omdat ik niet echt een geduldige type was. Maar moederschap leert je om geduld te hebben. Toch, het vormt je, het maakt je een beter mens. Ik was nooit een heel geduldig persoon. Ik had nooit geduld. Althans, nu nog steeds niet, hoor. Maar kinderen hebben maakt hoe zeg je dat? Het maakt je bewust van het feit dat je eigenlijk geen keuze hebt om ze die liefde te geven die ze nodig hebben, waardoor je automatisch geduldig wordt. Mama, seriously? Of wat zegt hij ook weer? Mama, ik verzoek u. Doet u niet belachelijk. Eeuwig doe ik belachelijk, voorzover, eeuwig. Dus ja, dat soort uitspraken. Behulpzaam. Hij is lief. Okay. Hij is een heel zorgzame jongen.
heeft heel veel respect voor oudere mensen. Iets wat ik hem altijd heb geleerd, dat staat bij mij echt hoog in het vaandel. Respect hebben voor je medemens, vooral voor ouderen. Dat stukje behulpzaam zijn en zorgzaam zijn, dat heeft hij denk ik uit zichzelf. Het stukje lief zijn heeft hij gewoon, dat zijn karakter is gewoon zo. Hij is een hele lieve jongen. En ik denk dat hij een hele lieve man gaat zijn hoor, voor zijn toekomstige vrouw, dat denk ik. Mijn kind verliezen of er niet zijn. Dat dan om te zien hoe hij wat wordt in de maatschappij. Want daarvan ben ik wel echt overtuigd dat hij zoiets, dat hij het gaat maken. Dat ze het beter gaan maken. Maar dus dat ik er niet zal zijn om het eigenlijk mee te maken. Daaraan denk ik soms van tijd. Ik weet niet hoor. Misschien is het een stukje automatisme of het mens zijn. Maar ja, daarvoor ben ik bang. Dat ze zijn wie ze zijn. En dat stukje wat ze van mij eigenlijk over hebben genomen, is dat ze gewoon zichzelf zijn. Toch? Ik ben what you see is what you get. En dat zijn zowel mijn oudste als mijn jongste zoon. Is zo. Dus hij is niet gemaakt lief. Hij is niet gemaakt zorgzaam. Hij is gewoon zo. De jongste is niet gemaakt brutaal. Niet brutaal. Mondig, ja. Hij is gewoon mondig. Hij is gewoon zelfverzekerd en hij heeft altijd een op- en aanmerking. Dus dat is iets dat ze van mij, denk ik, hebben hoor. Dat maakt ze beide bijzonder. Dat ze haar best doet, gewoon om een moeder te zijn. En voor ons zorgt, voor mij en mijn broertje. Wat mij trots maakt is het feit dat ik hele dankbare kinderen heb. Van het kleine dat ik heb en ze probeert te geven. Dat ze zo dankbaar zijn en niet veel eisend zijn. Dat maakt me heel trots om hun moeder te zijn. Zakelijk op zich. Wanneer het komt om met klanten handelen en geld tellen en administratiewerk, ja, zo. Ja, dat is iets dat we beide leuk vinden. Ik had heel gauw door dat ik Thierry goed zou kunnen gebruiken in mijn eigen business. En dat wat ik, de interesse waarin ik had, dat hij dat ook heel erg spannend en interessant vond. Dus ik denk dat op dat gebied dezelfde overeenkomsten. Ja, maar ik denk dat hij misschien ook dezelfde studie zal gaan doen later die ik heb gedaan, omdat hij ondernemer wilt worden. Dus ja. Boy, ze is gewoon zichzelf en ze is gezellig. En ja, dat maakt het bijzonder. Het feit dat hij het tegenovergestelde is van mijn karakter, dat maakt hem voor mij bijzonder. Ik ben God zo dankbaar dat hij me toch heeft, volgens mij denk ik, God heeft me met opzet zo geschapen, zodat God me wilde wezen van, look, hoe eigenlijk zo moest je zijn. Snap je? Dus dat maakt hem echt bijzonder. Ja. Is waar. Ik wens dat hij vele gezonde jaren in hem door mag blijven leven. Zodat we beide ouder kunnen worden en zodat hij mijn kinderen kan zien. Oké, oh my god. Zo lief. Ik hoop dat je wens uitkomt, papa. Ik zeg je toch? Ja. Ja, meer vaak. Wat zeg je? Meer bewijzen. Oké, okay, maar ik zeg het ook. Ja, zo. Okay. En Thierry, hoe vaak zeg je? Nooit. Boy. Want je wil me eens een zoon meer geven. Maar ik bewijs het toch, dus dat is goed genoeg. Nee, ik vind ook dat je me moet zeggen, je kan me nu zeggen. Okay, ik hoop van je, hoor. Zo. Mama, ik hoop van je. Ik hoop van je, schat. Mam, zo'n moeder dat ik kan je man praten toch. Ik hoop van je, papi. Yeah.
En in verband met Moederdag, mm-hmm. dan word ik verwend. Extra verwend met een paar procentjes. Dit is voor Health TV. Ik moet het gaan doen, hè? Ja? En dit is voor. Nee, Jimmy! Joab Seeds. Dankjewel. En dit is een Dragesea Wing. Ah, je weet dat je moeder van Wing hoort. En dit is een Seed. Van surprise toch. Dankjewel. Hartelijk bedankt voor al je cadeautjes. Over het algemeen ben je altijd al lief, maar vandaag ben je extra lief. Mijn boodschap aan de moeders, de mensen die in de gelukkige omstandigheid zijn om zichzelf moeder te noemen. Het zij van je eigen kind of van een pleegkind, een nichtje, een neefje. Zodra je de liefde kan geven. Of zolang je de bevoorrechte positie hebt om moeder te kunnen zijn voor een kind of meerdere kinderen, zou ik zeggen, maak er gretig gebruik van. Het is niet aan ieder gegund om in deze positie te verkeren, om moeder te zijn. Ik ben God zo dankbaar dat Hij mij 2 kinderen geleend heeft. En ik ben zo zuinig met ze, omdat we de kinderen geleend hebben gehad. En zolang als we leven, was ze de juiste liefde en warmte moeten geven. We moeten ervoor zorgen dat ze geweldige burgers worden, voorbeeldige mensen worden in deze maatschappij. Waar ter wereld ze zich ook zullen begeven of zullen bevinden later. Laten we ervoor zijn, laten we ervoor zorgen dat wij in ieder geval ons deel doen door middel van liefde te geven. En enjoy this day, because I am gonna enjoy my day. This is another Supreme production. Supreme TV.